Preufberingen. Dat kan nu ook echt, want in het kader van 5x Beringen is er een kookboek uitgebracht met gerechten uit deze 7 plaatsen uit Europa met dezelfde naam. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de burgemeester. Standaard hebben we natuurlijk 1 keer per jaar de begrotingsbeschouwingen en dan beginnen we om 4 uur 's middags. En dan hebben we een heel lang programma tot vanavond om 10:00. En elk jaar proberen we op een hele leuke manier voor te zorgen dat er een goede maaltijd is voor de raadsleden. En er zijn elk jaar andere initiatieven die zich melden en die wel willen koken voor de gemeenteraad. En vanavond hebben we een aantal initiatiefnemers van 5x Beringen. Erg leuk. Hoe is dat ontstaan? Dat is 1 jaar of 10 geleden met het, ook met 5x Beringen, een project. Van de basisschool. En dan hebben kinderen allerlei recepten ingeleverd van hun eigen land. En daar is dat kookboek op de duur uit ontstaan. Ik ben natuurlijk al een paar keer ook mee op pad geweest naar 5x Beringen internationaal. En wat leuk is hier, ze hebben dus van alle Beringen, er zijn er 7 in Europa, hebben zij recepten verzameld en die zijn in dit boek terechtgekomen. En dat is natuurlijk erg leuk. En we gaan vanavond al wat proeven. Maar ik heb begrepen dat ze toch een beetje op de Beringse manier gedaan hebben. Maar het is altijd leuk om zoiets te krijgen en zelf ook nog eens een keer aan de slag te gaan. Want ik vind koken erg leuk. Ik heb wat minder tijd ervoor, maar er zijn wel momenten dat je toch even in het boek kunt kijken en een leuk buitenlands recept kunt maken. Ja, we hebben het kookboek helemaal vol met allerlei receptjes uit alle landen. Dus ja, want wij hadden er een beetje hard hoofd in, want ja, we hebben thuis alles voorbereid. En hier heb je toch niet de mogelijkheden van een gewone normale keuken. Dus je moet je behelpen met de middelen die je hebt. En dat was wel een beetje aanpassen. Maar dat is goed gelukt, want ze eten volop, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Alvast heel veel succes bij de voorbereiding. En dankjewel. En misschien gaan wij dan een keer als raad en college voor de mensen koken die bezig zijn met 5x Beringen. Ik roep maar eens. Ja? Het internationale evenement 5x Beringen vindt volgend jaar in Pelamaas plaats.